komen steeds dichterbij september en dat betekent dat EA weer de nieuwe FIFA gaat aankondigen. En ze zijn al gekomen met het nieuws. Alleen één mode die nieuw was, klonk me nog wel bekend in de oren. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. Oké, ze hebben dus een mode waarbij je een nieuw talent kan besturen en dus al zijn beslissingen kan bepalen. Maar volgens mij heb ik dat een keer ergens anders gehoord. Hallo iedereen, dit ben ik, Matthijs van Gaal, ook al bekend als de zoon van Louis van Gaal. Maar goed, dit kan nog toeval zijn, tenzij... Zie ik daar nou Manchester United staan? Alex Hunter bij Manchester United. Volgens mij heb ik dit ook een keer eerder gehoord. Om het tijd te keren in het momenteel lastighebbende Manchester United en Manchester United en Manchester United en Manchester United en... Dit kan geen toeval meer zijn. Dit is hetzelfde als 3 plus 3 is 6. EA is Grand Theft FIFA is EA die mij van mij gestolen heeft. EA heeft dus besloten dat mijn verhaal best interessant was en gaat het dus namaken. Ik ben benieuwd wat Louis van Gaal hier eigenlijk van vindt. Pap, wat vind je hier eigenlijk van? It's a stupid question, I think. Mom? Is het joke? No, it's not joking. Should not come into this building. Oké. Ze maken zelfs gebruik van mijn zielige scènes, dus ze willen het in plaats van dit. I can say a lot of things. But it was not good enough. Dit? Oh, I can say a lot of things, but this was just not good enough. No. Mourinho staat er zelfs bij alsof hij super arrogant is. Ik bedoel, kijk naar hem. Dan heb ik liever Louis van Gaal met als een circus ex. Dat is toch veel leuker. Dat wordt dus geen Matthijs van Gaal in FIFA 17, maar Alex Hunter in de plaats. Dat betekent dat we maar snel een vaart moeten gaan zetten achter onze carrière. Jullie gaan het zien bij de volgende aflevering van Grand Theft FIFA, die binnenkort zal zijn. In de tussentijd, check ik jullie later.